los. Hij is best wel sterk. Ongelooflijk. Zo'n klein hondje. Stitch. Cher. Ja, gaat het goed? Luistert hij normaal heel erg goed? Ja, maar dat is een lievelingsbeest, hè? Oh, dus die wil hij nooit loslaten natuurlijk. Nee. Hij heeft een hele sterke kaart. Stitch, los. Los. Nee, dat... Nee. Oh. Hoe lang houdt hij dit vol? Nou, op een gegeven moment blijft hij gewoon zo liggen. Gewoon alsof hij een standbeeld is en dan is het klaar. Maar dat kan soms wel even duren. Ja, dat kan gewoon een uur blijven liggen zo. Oh, oké. Okay. Kijk. Hey, jij hebt Stitch. Ja. En je hebt twee poezen, toch? Ja, ik heb twee poezen, maar die zijn een beetje eigenwijs. Die hebben niet zo'n zin om bij mij op de bank te chillen eigenlijk. Ze heten Batman en Bentley. Batman en Bentley? Ja, die wil ik wel ontmoeten. Nee. Ja, maar... Batman! Bentley! Oké, zo. Bentley! Batman! Ik zeg altijd, kom maar Poesemaus. Kom maar. Poesemaus? Ja. Oh, dat is een koosnaamje. Nou, ik denk dat ik ze zo even... Misschien dat ze zo komen. Ze bestaan ze wel. Ja, ja, ze bestaan... Nee, echt. Ik heb echt twee katten. Maar misschien moet je Bentley en Batman... Ja. Wel met het Batman-deuntje proberen te roepen. Misschien wakkert dat iets aan. Als dat lukt, dan heb je echt iets uitgevonden. Want dan ga ik ze... Oh ja. Batman! Ja. Batman! Kom! Nou, oké, doei. Dat is wel vriendelijk, Batman. Ja, heel, hij is echt heel lief. Oh. Oh. Hey, mag je wel eens op bed slapen bij jou? Nou, nee. Want ja, eigenlijk als ik alleen thuis ben dan wel. Maar als ik echt met hem ga kroelen, is het gewoon hier op de bank. Want anders dan krijgt mijn vriend allemaal uitslag. Hij is allergisch eigenlijk, ook voor katten. Sorry, wacht even. Jouw vriend is allergisch voor katten en voor honden. En jullie hebben een hond en twee katten. Ja. Luister, de eerste kat heeft hij aan mij gegeven, Bentley. Ja, omdat hij toen nog niet wist. Ja, ja, maar ik heb hem wel gezegd. Je had eerder moeten bedenken dat je een allergie had. Voordat je mij een kat gaf. Je kan me niet een kat geven en dan zeggen, het gaat niet. Maar hij kan ze best aaien. En dan moet hij daarna gelijk zijn handen wassen. Dat soort dingetjes. Kijk, ik ga het even aanrennen. Die kat! Die kat! Ja! Maar kijk, ik kan ook altijd helemaal rennen. Ja, ik ga je pakken. Maar hij komt best hoog de lucht in. Nou. Kunnen ze goed alleen blijven? Want jij bent veel weg voor je werk. Nou, Stitch kan wel echt 8 uur alleen blijven. Dus dat hebben we hem echt aangeleerd. En hij gaat ook heel vaak mee. En dan chillt hij gewoon in de kleedkamer. Oké. Okay. Maar laatst was hij dus ontsnapt. En toen stond hij in één keer naast mijn geluidsman. Terwijl ik aan het optreden was. Nee. Dus ik kwam van het podium af en hij stelde gewoon zo. La. Wat ik zei, Stitch, wat doe je hier? Doe je hier wel eens dat je gaat repeteren of zo? Je moet natuurlijk veel optreden. Ik heb wel eens een keer dat ik een liedje moet oefenen of zo. En dan soms dan zit hij me echt aan te kijken als het hoge noten zijn of zo. Maar als het... Als ik gewoon aan het zingen ben, dan nee, jij is het al gewend. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight, it's dit bedoel ik. Kijk, dit is Stitch Zwemfest. Nee. Als we dan gaan varen in de zomer, dan doet hij dit ding aan. Maar hij ziet er echt als een worst. Oh, hey, maar waarom moet hij dit zwemvest aan? Want de hond kan in principe toch, als hij in het water komt, gaat hij toch wel trappelen met zijn pootjes. Nee, maar deze hond is gewoon, hij heeft niet de juiste, hoe moet het uitleggen? Niet een natuurlijke bouw. Bijvoorbeeld, vrouwtjes kunnen ook niet een normale manier bevallen. Ik krijg gewoon een keizersnede. Vanwege het ras. Ja, en hij is zo zwaar dat hij gewoon gaat verdrinken. Het schijnt dat je het wel kan leren, maar... Je gaat het niet uitproberen. Ik doe het gewoon zo. Kom, let's go! Ik vind het zo leuk, ik neem hem mee naar huis. Ja. Oh, Stitchie.